Super tof dat je kijkt, dat is een bloedende video. YouTube vlog, welkom allemaal. YouTube vlog, abonneer maar gauw. Als je geabonneerd bent, dan voel ik me blij. Yo, kijkers, welkom bij deze gloednieuwe video van YouTube vlog van Jorg. En we halen even Jorg even bij. Jorg. Vertel. Ik heb wat vragen aan jou. Nou. Wat maakt vloggen nou zo leuk? Wat vloggen mij leuk maakt? Ja. Nou. Hoe ga ik dat uitleggen allemaal? Ja, vloggen maakt mij heel erg leuk om iedereen die daar zit te kijken, om allemaal blij te maken. Ja. Ja. Nou, mooi. Mooie antwoord. En, even kijken. En, want jij hebt ook een team die met jouw ideeën verzinnen en bedenken. En, ja, hoe vind je dat? Een team te hebben. Nou, om die te hebben, ja, het is zo handig, ja. Want het is ook hartstikke makkelijk voor de nieuwe ideeën, voor de nieuwe intro's, zoals wat we nu hebben. Ja, ja, kom daar ook jullie hier. Ja. Ja. Maar wat echt heel speciaal maakt aan het team, ja, omdat mijn kanaal groot is geworden, dacht ik, ga ik mij in mijn slaapkamer maken, een kantoor in plaatsen. Ja. Om ieder zijn eigen taak te krijgen. Ja. Wie iemand wat doet. Zoals iemand doet de camera. Ja. Of iemand gaat editen. Precies. Of, ja, of iemand gaat, ja, hoe zou ik het zeggen, soort een team uit je laten maken. Ja. Hè, want je hebt best wel een goed team, hè, dus dat is even ook leuk om even te zeggen dat ik even ook even aan moet denken aan Tom. Ja. Jullie hebben hem ook voorbij zien komen in Jorge video's. Ja. En je weet dat Tom ook een kanaal heeft. Tom de YouTuber. Tom YouTuber. Precies. Al ben je sowieso ook Tom YouTuber. En ook. Ook goed om te weten is dat Jeppe jou ook af en toe helpt. Die helpt heel soms wel vaak mee. Ja. Ja. Ah, leuk. En, ja, en Dallien komt ook af en toe in jouw video's terecht. Ja. Superleuk. Ja, nou, over Dallien. Ja. Dallien is nou nieuw in het team. Ja. Want kijk, ze komt vaak soms in de video's, want ze is niet zoveel spraakzaam in de video's, maar daar gaan we een klein beetje iets aan doen. Nou, oké. Okay. Ja, want diegene die niet zo goed en praatzaam is, maar een beetje af en toe een beetje sportiever in de video. Precies, ja. Meer beweging. Iets meer beweging. En actie. Ja, meer beweging, meer actie en meer kletsen. Kleksen. Ja. Kijk. Mooi. En dan ga ik een hele mooie vraag stellen. De laatste vraag van deze fantastische leuke video. Ja. Is, wat zijn jouw toekomstplannen? Mijn toekomstplannen? Nou, je weet dat ik nou een kleiner kantoor heb, hè? Ja. Nou, mijn echte toekomstplan is om ook nog grotere kantoorpanden te kopen. Wow. Ja. Want ik krijg nou veel meer spullen binnen de merchandise in. Zo jongens. Ja, dat is niet gesponsord, want ik heb de webshop is er nog niet, maar dat is wel een van mijn dromen. Nou, ik vind dat een mooi doel hoor. Zo, moet je toch plannen. Ja. Ja, want het gaat ongelooflijk goed en kijk, ik ben ook een trouwe fan van Jorge kanaal. En ook, hij is eigenlijk ook een vriend van het Jorge kanaal, dus ik doe eigenlijk van afstand
een beetje meehelpt met ideeën, zinnen en ook af en toe de titels van jouw kanaal bedenken. Ja, die gaat heel goed al. Nou, kijk, dat is goed. Ja. Dus ja. Zocht productieassistent. Ja, precies. Mooi gezegd. Ja. Mooi gezegd. Ja. Nou, ja. Tot ja, ik heb dit raad eigenlijk op dit moment. Ja. Vind je dit een leuke video? Vind je het leuk om wat meer van Jorg te weten? Laat hieronder in de reactie even weten dat je deze video's ook nog vaker wil zien. Ja. Dan zeggen wij, zoals altijd. Nou, vergeet te abonneren dan zelfs. Ja, precies. Het is maar één ding te zeggen. En dat is. Het is. Later!